Dag over naar een demonstratie van het personeel van de Limburgse kranten. Die demonstreerde vandaag omdat de overname van de krant niet is doorgegaan. We hebben vandaag actie gevoerd tegen Micom. En Micom is een investeringsmaatschappij uit Londen en die is eigenaar van onze krant. En die wilde aanvankelijk ons verkopen. En uiteindelijk hebben ze dat niet gedaan, omdat ze kiezen voor het grote geld. Nou, alle voorwaarden en afspraken die er lagen om ons te verkopen aan Concentra, was aan voldaan. En die werden op het allerlaatste moment geschonden en we zien in de toekomst met Micom niet meer zitten. Voorzien een reorganisatietraject in gewoon wat we eigenlijk aan het inboeien. Maar we hebben gezegd, als we verkocht kunnen weer, dan over dat. En dat hebben we afgehandeld. Ik heb op vrijdag toch mijn handtekening voor gezet. En op de maandag ten noorden, de volgende werkdag, hebben ze gezegd, we verkopen het toch niet. Ja, dan bust het toch redelijk bezorgd metertje al. Hoeveel ze dit geneed? Ja, dat mocht ze rustig zeggen. Ja. Wat heel die reorganisatie in? Nou, we hebben gezorgd dat we zijn gestopt met een aantal uitgaven die we hadden, onder meer weekend gezet. Er zijn een hele hoop lui, in totaal over 60 lui, zijn boventallig geworden daardoor. En ja, als we bedenken hebben we er nog op dat moment 270 haaien, dan weten ze dat om veel lui gaat. En daarvan hebben we veel gezegd van ja, dat willen we doen om in heel veel weg te komen bij de Engelsen. Want ja, de Engelsen die kennen maar één ding, die denken maar alleen aan centen. En dat is heel duidelijk, want de grootste baas, dat is een bankier. De tweede man, dat is een accountant. En de derde man is ook een accountant. En die weet helemaal niks van journalistiek. Die weet er niks. Die weet het nog nauwelijks van Limburg lik. Ja, want er waren twee mensen van de raad van bestuur van Micom die nu op dit moment hier zijn. McNamara en Allen, meen ik begrepen te hebben. Ja. Wat komen die eigenlijk doen? Die komen vandaag nadat ze gemerkt hebben dat er in het verzet in Limburg gigantisch is, komen die vandaag spreken met het managementteam en met de ondernemingsraad om te kijken wat ze nou moeten. En wat ons betreft is er maar één weg. En dat is dat ze gewoon opnieuw gaan nadenken over de vraag of ze nou wel zulke verstandige besluiten genomen hebben. Waar je 1500 steunbetuigingen van de lezers hebben we verzameld. Die wilden we overhandigen. Die hebben ze niet overhandigd of die hebben ze niet aangenomen. We hebben ook nog 5000 petities die digitaal zijn getekend. Nou, daar wilden ze allemaal niks van weten, maar ik denk dat het hun wel duidelijk is nou. Ja, ze keken nogal verbaasd. Dat is niet erg. Ze zullen nog verbaasder gaan kijken als ze niet gaan doen wat ze zelf hebben afgesproken. Als ik zie op het moment dat ze toch in zo'n balie stijst en er is zoveel lu in eindelijk om de geheerstoon, dan heeft dat een psychologisch effect. En dan hoop ik dadelijk dat in het gesprek dat veel dat ook geen geboek in het voordeel. Want ik denk wel dat Limburg dat nodig heeft. Een goede krant die niet alleen gerund werd op basis van geld, maar die ook gerund werd op basis van wat er zich hier in Limburg allemaal afspeelt.